Arjen Robben is vanmiddag in de Euroborg gepresenteerd als nieuwe speler van FC Groningen. De international tekende een contract voor in principe een jaar. Met de komst naar de FC is de cirkel voor de in Bedum geboren voetballer rond. In de herfst van 2000 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van de FC. In 2002 volgde de overstap naar PSV. Daarna speelde hij voor Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Robben liet tijdens de persconferentie weten al enkele weken in training te zijn en te hopen dat hij bij de start van het nieuwe seizoen aan kan sluiten bij de selectie. Bang om te falen is hij niet. Misschien lukken bepaalde dingen niet, maar ik heb niets te verliezen. Om mijn carrière zit al een grote strik, al dus de 36-jarige voetballer. Ja, dankjewel. Heel mooi, dankjewel. Kijk, ga in.